Jullie willen heel veel stilstaan te fotograferen. Dat is de bedoeling, hè? Ja. Ik vertel dus hier en daar een beetje. En jullie zeggen maar van, nou gaan we foto's maken. Is het goed, want als jullie tussendoor foto's maken, ja, dan wordt het heel erg, het verhaal heel erg anders. Zijn jullie hier bekend? Zijn jullie hier wel eens geweest? Hè? Nee. Sommigen wel, sommigen niet. We gaan nu dus eerst een stukje doen van deze tijd. Dan gaan we een stukje terug naar de oude tijd, een heel stuk. Nou, en dan zijn we al heel in het verder, omdat we met jullie niet zo snel gaan. We zien hoe ver we komen. Ja? Want ik denk niet dat we het hele museum doen. Want vorige week was hier ook wel groep. Dit is jullie eigenlijk, alleen die hadden geen gids mee. Dus die zag ik hier en daar lang op de vloer liggen te fotograferen en zo. Maar die hadden geen gids mee, dus die gingen gewoon op de manier. Maar wij beginnen nu. Komt u. Oké. Even van de saus, één zaak voor, al die deuren werden weer slot gedraaid.
een rechtszaak of zeker de beste verdediger die er maar is. Hè? Want je weet het van die arme. Ik wil eigenlijk even dat jullie naar de rechtbank. Ik wil even kijken wat jouw niet zo professioneel is. Als je hier zag, kun je wat tijd maken. De boel een beetje te maken. Maar ze worden. Maar ze maken best wel altijd. Dit is zo'n warm-out, zo'n warmmaking, hè? Zelf kan ik elkaar een prutsel in het vangen. Het lijkt me verschrikkelijk, maar het gebeurt dus wel. Want dan ben je uit de gevangenis in het ziekenhuis. Ja. Dus er behoort ook een traliewerk omheen. Gekkigheid natuurlijk. Ja. Die boom is geplant in 1898. Ter ere van de kroning van Wilhelmina. De zogenaamde Wilhelminaboom. Een rode beuk. En een rode beuk is in Veenhuizen een statussymbool. Voor de mensen in de hogere regionen. De directeur en alles. Overal in de tuinen wat je ziet in Veenhuizen. Die hebben en of een rode beuk en rhododendron in de tuin. Eraan, dat zien ze dan gebeuren. Kom maar. Er komt een busje eraan. Laten zien. Kijk, je hoort het dak van. Nou, fijne dag verder. 1860 gebouwd. De eerste cellulaire afdeling in Veenhuizen. Jullie kunnen aan de contour van die raam wel zien hoe klein ze waren. Daarbij waren ze ook nog koud, donker en vochtig en klein. Veenhuizen was zelfvoorzienend, zelfsupport. Alles had weer tot onze beschikking. Hoeveel is daar niet afhankelijk van buiten? Schoenmakerij, koppenmakerij, smederij, groentekwekerij, van een
daar zijn begonnen. Zit je rustig aan. Maar dit doe ik dus 1 van de 14 jaar. Rondleiding Rode Panden, omdat ik hier altijd gewerkt heb. Ik heb ook een boek geschreven over de Rode Panden, net in het museum. Ik ga beginnen, mensen. 24 uur, lawaai, kreugel. Kreugel, krijs, verhuil. Achter. Dames. Achter 18 deuren zitten allemaal verschillende geschiedenissen. Er zitten heel wat laagjes water van de tranendal. Van de grote jongens, zogenaamde grote jongens. Ze proberen ze op alle mogelijke manieren zich te verzetten. Middels het molesteren van het personeel. Suicidaal zijn met de kop tegen de muur, rare dingen doen. Om te proberen het verblijf wat langer te maken. Dat de dag, dat het, die dag naderde van uitlevering, dat ze dat uit konden stellen middels gekke dingen te doen.